Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Ik ben pas geleden te gast geweest bij Dumpert. En die mannen die hebben mij iets cadeau gegeven. Hoppa, super vet. Moet je kijken. Gewoon een kaart van de kartbaan. Ja, dit ding heeft een hele tijd bij een supermarkt gestaan schijnbaar. Daarna heeft hij nog een heel eind in het decor gestaan bij Autobaan. Maar ja, hij staat dus al heel lang stil. Dus ik heb geen idee of dat hij het nog doet. Eenvoudige Honda viertaktmotor, een 200cc, een 200GX. Eigenlijk gewoon een industriemotortje ook wel. Zit er gewoon op generatoren en pompen en dat soort dingen. Nou, hiernaast zit nog een overbrenging met daarin de koppeling. Centrifugaalkoppeling waarschijnlijk. Hij grijpt in ieder geval aan als je gas geeft. Want het is gewoon een automaat. Dus het is gewoon gas geven en remmen. Hier nog een ketting naar de achteras. Gewoon een starre achteras. Geen differentieel, niks. Maar ja, goed. Degene die wel eens op de kartbaan gereden hebben, die weten dat natuurlijk al. Laten we eens kijken wat hij doet. Nou, allereerst ga ik even controleren of het motortje mechanisch nog enigszins klopt. En wat ik dan doe is gewoon even aan de trekstarter trekken. Heel belangrijk is dat het contact nu nog uitstaat, want ik wil niet dat hij in één keer start. Nou, denk ik niet dat dat gebeurt. Maar het zou jammer zijn, want misschien zit er wel geen olie in. Dat heb ik namelijk nog niet gecontroleerd. Ik trek even aan de starter en je voelt zo wat schokken. En dat is de compressie van de motor. En dat is goed. Dat heeft hij nodig, anders loopt hij niet. Dus als je nou aan de trekstarter trekt en je voelt helemaal geen weerstand, dus niet dat schokken in het startkoord, dan is waarschijnlijk iets anders mis. Blijft er misschien een klep openstaan, zuigerveren kapot. Je hebt in ieder geval geen compressie, dan gaat de motor ook niet lopen. De motor lijkt mechanisch in orde. Hij heeft compressie, hij gaat rond, hij piept en hij kraakt niet. Het volgende wat ik ga controleren is of dat er natuurlijk wel olie in zit. Want als we hem dadelijk gaan starten, we willen niet dat hij meteen na de eerste minuut al gelijk vastloopt of aanloopt. Dat zou zonde zijn. Nou, de olie vult op en de pijlstok die zit hier. Oh. Nou, die zit gewoon vol. Maar daar kijk ik eigenlijk best wel een beetje van op. Want het ding stond namelijk in de studio op zijn kant. En er was allemaal olie uitgelopen. En nou ja, toen wij hem weer recht hadden gezet, toen was er nog meer olie uitgelopen. Maar ja, volgens de pijlstok zit er voldoende in. Maar we hebben natuurlijk nog een ding wat olie nodig heeft hier. Zo. Kijk eens aan. Hier zien we de motor. En dit is de overbrenging. Met daarin ook de koppeling. En daarin hoort natuurlijk ook olie te zitten. Vul op. Met daaraan waarschijnlijk een pijlstok. Die is wel leeg. Hoppatee. Het volgende wat ik nou wil kijken is of dat we ook ontsteking hebben. Geen vonk. Gaat die niet lopen. Kunnen we beter eerst kijken voor ik mezelf helemaal een breuk ga trekken aan dit startkoord. Hier hebben we de cilinderkop. En hier de bougiedop. Daar zit de bougie. Die gaan we er even uithalen. Hier heb ik de bougie. En die doe ik even in de bougiedop. Zo, klik. En nou is het belangrijk dat dit deel van de bougie contact maakt met het motorblok. Dus ik stop hem hier ergens tussen. Zo. Kijk. En dan even aan het startkoord trekken. En dan kijken wat hij doet. Contact aan. Nou, die ontsteking die is dik in orde. Ik zet de bougie nog niet helemaal terug. Ik draai hem even een paar slagen erin, zodat er geen vuil in kan vallen. Maar dadelijk is het dan nog wel handig als die bougie er nog uit is. Daar kom ik nog op terug. Nou, wat zou nog verder belangrijk zijn? Uit ervaring weet ik dat deze dingen slecht lopen zonder benzine. Dus we gaan eens even kijken naar het brandstofsysteem. Nou, voor ik heel de tank vol ga gieten met benzine, ga ik eerst even kijken naar de carburateur. Omdat het ding natuurlijk al lang stilstaat, kan het best zijn dat die benzine daar is ingedroogd, is gaan vergommen, zoals ze dat noemen. En dan krijg je rotzooi onderin je vlotterkamer. Nou, als ik er nou benzine in giet, dan gaat die rotzooi dus in mijn carburateur. En dan raakt die dus verstopt. Dan zitten allemaal kleine doorlaten in, sproeiers. En ja, die kunnen daar niet tegen. Scheelt het boelwerk. Even van tevoren de vlotterkamer er rond eruit halen, controleren, schoonmaken. Hier hebben we het luchtfilter. En daaronder zit de carburateur. En onderaan die carburateur daar hangt een bakje. En dat is de vlotterkamer. Nou, je ziet dit. Een grote vuile chap.
Dan gaan we eerst even schoonmaken voordat ik hem uit elkaar schroef. Hoppa. Het is niet heel vies. Er is alleen wel wat olie ingelopen van het op zijn kant staan. Dat wel. Maar ja, goed. Dat is niet zo erg. Wat je hier ziet, dat is de vlotter. De vlotter die bedient een naald, de vlotternaald. En die zorgt dus dat de benzine in de vlotterkamer komt. Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als, eigenlijk precies hetzelfde als de stortbak van een wc. Als die leeg is, dan wordt die gevuld. Want dan hangt deze naar beneden, dus dan loopt de benzine in. Op het moment dat die begint te drijven, dan sluit hij de benzinetoevoer af. En dan is hij dus op niveau. Nou, het is dus belangrijk dat die naald kan bewegen. Die naald kan lekken. Maar ja goed, dat gaan we straks wel controleren als er problemen zijn. Verder is het de kunststof vlotter. Het kan ooit gebeuren dat die lek zijn. En dan gaat er benzine in staan. En dan gaat hij dus naar beneden hangen. En ja, dan stroomt je carburateur dus over. Nou, verder zit hier nog. Hiernaast. Daar zit nog een benzinefiltertje. Die ga ik ook nog even eraf halen. Even controleren dat die misschien vuil is. Zou kunnen. Er zit zelfs nog benzine in, joh. Kijk dan. Het ruikt niet eens meer naar benzine. Dat was van een goed jaar. Zo. Je moet het thuis niet doen, hè. Niet komen janken als je ziek bent. Er ligt een beetje rotzooi onder in de filterkamer. Zo. Dat is opgelost. De vlotterkamer is nagenoeg schoon. Nou is hij helemaal schoon. Zal ik ze even terug monteren? Dat ziet er goed uit. Nou, de stap waar de meeste mensen mee beginnen als ze een nieuw ding hebben. Gelijk benzine erin joppen. De benzinetank is redelijk schoon. Dat is fijn. Benzine zit erin. Nou, je wil niet weten hoeveel dingen dat ik al heb gerepareerd door er alleen maar goede benzine in te doen. Heel veel dingen die lang stilstaan, er zit oude rotzooi benzine in. Even de benzine aftappen, carburateur schoonmaken, nieuwe benzine erin. 100 punten. Vooral kleine machines, net als motorzagen en dat soort dingen, die zijn super gevoelig voor oude benzine. Dus dan kun je het beste benzine gebruiken die langer houdbaar is dan in plaats van gewone van de pomp. Maar die motor heeft niet alleen benzine nodig om te lopen. Hij moet natuurlijk ook nog lucht hebben. Dus ga ik even kijken naar het luchtfilter. Kijken of er geen vogelnest in zit. Wat je idee, zo. Het luchtfilter zelf is niet heel vies. Maar ja, nou om het toch eruit te hebben en ik heb de compressor bij de hand, blazen hem even uit. Luchtfilter altijd uitblazen van binnen naar buiten natuurlijk, want de rotzooi die zit er aan de buitenkant tegen. Dus zo. Ja, deze motor is uitgerust met een membraan benzinepomp. En die zit aangesloten aan het karter van de motor. Want doordat die zuiger op en neer beweegt, krijg je daar natuurlijk de hele tijd een overdruk en weer een onderdruk. Nou, die wisselende druk, die zorgt ervoor dat een membraampje begint te bewegen in die pomp. En dat membraampje, die verpompt de benzine van de tank naar de carburateur. Dus dat wil dus zeggen, als de motor ronddraait, begint hij dus benzine te pompen. En daarvoor heb ik net die benzine eruit gelaten. Want dan trekt hij lekker makkelijk rond. Kan ik hem rondgooien. En dan pompt hij dus de benzine naar de carburateur. En dan gaan we kijken of hij het doet. Het zijn transparante benzineslangetjes, dus ik kan precies zien waar de benzine is. Mooi. Nou, hier zien we de benzinepomp. En er gaan drie slangetjes in. Deze is de slang die komt vanaf de tank. Dus daar gaat de benzine erin. Deze slang die gaat naar de carburateur, dus daar gaat de benzine eruit. En dit slangetje die gaat naar de karterventilatie. Dus die zorgt voor die wisselende belasting. En die zorgt dat het membraampje gaat bewegen in die pomp. Dus we gaan eens even kijken of hij het doet. De benzinekraan die staat aan. Contact uit. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt. Er komt nog geen benzine. Het duurt me nou al te lang. Dat gaan we even anders doen. We gaan even de benzineslang eraf halen naar de carburateur. En dan kan ik zo de benzine aanzuigen. Kunnen we benzine even aanzuigen. Fijn dat het transparante slangetjes zijn. Kan ik op tijd stoppen met zuigen.
Kijk, daar komt het al hoor. Dat is beter. Het lijkt erop dat het brandstofpompje niet helemaal goed is. Want ik heb de benzine net door de brandstofpomp heen gezogen. Maar toch pompt hij het niet op als ik hem rondtrek. Nou, ik kan de benzine zo terugblazen door de pomp heen. Dus het lijkt erop dat hij niet meer goed afsluit ergens. Terugslagklepje waarschijnlijk. Pop. Zo, daar is hij. Nou, je ziet hier dat slangetje waar dus inderdaad die wisselende luchtdruk erheen komt. Daar zit een membraampje. Dat gaat op en neer bewegen. Ploep, 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 ploep. En je ziet hier deze lipjes. Dat zijn dus die terugslagklepjes. Maar ja, je ziet ook dat ze niet meer werken. Want deze die staat bijvoorbeeld open. Dus dat is niet goed. Flop, zo. Dit is nog aardig soepel. Dit valt niks tegen. Ja, dat komt natuurlijk omdat deze motor lang heeft stilgestaan. En dan drogen dit soort dingetjes er helemaal uit. Normaal gesproken, als dit in de benzine blijft staan, dan is er niks aan de hand. Als het lang droog staat, dan gaat het mis. En dit plaatje, hier zie je het membraan, dat beweegt op en neer. En die lipjes die je hier ziet, dat zijn de terugslagklepjes. En die moeten zorgen dat die uitstroomopeningen worden afgedicht. Dat doen ze dus niet meer. Dat komt omdat ze allebei omhoog staan. Daar kunnen we wel iets aan doen. Probeer hem gewoon een beetje op het teen naar beneden te buigen. Zo. Dat zou wel eens genoeg kunnen zijn. Terug in elkaar zetten en eens even kijken of het werkt. Als dat nou niet genoeg is, dan ga ik dit onderdeeltje in de benzine leggen. En dan laat ik hem een nacht weken. Dan is je morgen wat soepeler. Dat scheelt wel. Eens kijken wat hij doet. Hoppatee. Nou, ik heb even die luchtleiding eraf gehaald. Gaan we er even een slangetje op doen. Ik wil eerst wel eens even kijken of die pomp het nou echt helemaal niet doet. Dus, zo. Dus dat is blazen en zuigen. Dan gaat de membraan bewegen. En dan zou je het moeten doen. Nou, de brandstofpomp die doet dit. Ik vind wel dat hij behoorlijk zwaar gaat. Ik ga hem toch eens even aankoppelen. De benzineslang zitten we terug op de carburateur. Ik ga hem even vullen. Ik denk dat de vlotkamer nou wel gevuld is. Deze. Erop. We hebben compressie. We hebben vonk. We hebben benzine. We hebben lucht. Hij zou het zomaar eens kunnen doen. Hey. Ik ga hem eerst even hier op een paar blokken zetten. Want het ding heeft namelijk een automatische koppeling. Maar wat ik niet wil, is dat hij dadelijk in één keer start en dat hij er vandoor gaat zonder mij. Dus. Zo. Choke erop. De benzinekraan die stond al aan. Contact aan.
Zo, dat was een korte wedstrijd. Maar het ging wel hard. Hey, we zijn even naar een grote testterrein gegaan. Want hier kunnen we hem tenminste wel serieus aan de tand voelen. Dan ga ik hem even uitproberen. Ja hoor, gas erop. Ja. Ik vraag me toch af waarom het zo lang geleden is dat we een keer zijn gaan karten eigenlijk. Leuk hoor. Vet. Het beste is van gaan karten, dan hoef je niet elke keer zelf dat ding te repareren als je hem weer hebt kapot gereden. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende!